Bijzonder is die, dit schip aan de kade van het Groothoofd. Het lijkt me zo'n stealthvliegtuig dat onzichtbaar is voor de radar. Het is een kunstenaarsproject op weg naar Engeland. Maar de drie schippers uit Urk die ermee moeten varen, hebben er een hard hoofd in. Ik hoop dat ze goed in Londen aankomen. Ik hoop dat ze het overleven, laten we zo zeggen. Het was dan ook een hoop gescheld aan boord en in plaats van aanleggen botsten ze gewoon tegen de kademuur op. De motorveelse licht en de constructie en die alles valt dan momenteel een beetje hier aan zit, nou, die waait eraf met een windkrachtje 6. Onverantwoord bezig. Ja, absoluut. Eerst gaan ze naar Oostende en daar steken ze over. Nu maar hopen dat de zee rustig blijft.